Het is nog ver weg, maar op het gemeentehuis van Boskoop werd gistermiddag het witboek gepresenteerd voor de Floriade van 2022. Boskoop, Zoetermeer en Lansingerland hopen de Wereldtuinbouwtentoonstelling over 10 jaar te mogen organiseren in wat zij de regio Holland Central noemen. Burgemeester Koos Rijsdijk van Boskoop, tevens voorzitter van het comité, legt uit waarom. In de eerste plaats de aanwezigheid van de tuinbouwsector in volle breedte in dit gebied. 600 jaar boomteelt in Boskoop en het modernste glastuinbouwgebied van de wereld in onze grenzen. Omgeven door 4 van de 6 Greenports en met een ongelooflijk ambitieuze agenda als het gaat om de ontwikkeling van dit gebied. En het waarom zit dus vooral in dat wij denken dat de Floriade alleen maar een geweldig vliegwiel zal kunnen zijn voor die ontwikkeling en het nog sterker maken van de tuinbouwsector in dit gebied. Dat als je ziet dat de wereldontwikkeling er één is waarbij 70% van de bevolking in de wereld gaat naar de grote steden, ja, wat doe je dan met die ruimteopgave als het gaat om voedselveiligheid, voedselzekerheid, een beetje groenbeleving en dat soort zaken. En ik denk dat wij in staat zijn hier in Nederland, maar heel specifiek in dit gebied, hoe je als voorbeeld van de wereld kunt laten zien hoe je dat ruimtelijk kunt aanpakken. Voor het ontwerp van de Floriade is OMA ingeschakeld, het bureau van de beroemde architect Rem Koolhaas. Veel nieuwbouw zal er echter niet komen, zo blijkt uit het masterplan. De uitdaging moet vooral liggen in het verbinden van bestaande gebieden door middel van een slimme infrastructuur, zegt architect Stefan Peterman. We hebben wel de voorziening ingehouden voor een expo center, omdat daar ook een bestaand plan voor is. Dus er is zeker ruimte voor nieuwe gebouwen. Maar we willen zoveel mogelijk gebruik maken van de bestaande infrastructuur en de bestaande verbindingen. Het is nu een enigszins verbrokkeld landschap, waarin wel alle kwaliteiten van de tuinbouw en van de Floriade aanwezig zijn. En ons plan is om het via ons cirkelvormige masterplan om eigenlijk die gebieden aan elkaar te verbinden. Ik denk ook dat we daar in die zin ons kunnen onderscheiden van de andere plannen. Ik denk dat bij ons het sterkste bottom-up approach zichtbaar is. En dat is denk ik ook het belangrijkste voor ons. Dat je eigenlijk gewoon geen groot nieuw plan maakt. Maar gewoon laat zien wat er gebeurt. Laat zien wat de alledaagse werkelijkheid van de tuinbouw is. En om dat te versterken en de meest grootste innovaties zichtbaar maakt. Om zo eigenlijk de producent en de consument ook weer wat dichter bij elkaar te brengen. Ik denk dat de tuinbouw sector en de Nederlandse Tuinbouwraad in het bijzonder niet alleen, laat ik maar zeggen, een gebiedje van 50 hectare wil laten zien, maar vooral ook wat er in de omgeving van dat gebied gepresteerd wordt aan innovatiekracht door die tuinbouwsector. En dat kan alleen hier.